Hoi en fijn dat je weer afstemt op dit kanaal. Vandaag ga ik met jullie eventjes door de OCO-app, de mobiele ratelticker van de mensen van Ace. Die is op 30 november gelanceerd en verkrijgbaar in de Apple App Store. Je kan die zoeken onder Ace OCO of je kan klikken in de link in de beschrijving. Kort eventjes wat dat de app precies is. Momenteel is hij zo ontworpen dat hij inderdaad het gebruik van een ratelticker gaat simuleren in een app. Wat wil ik daarmee zeggen? Zij gaat u kunnen vertellen als je uw iPhone richt naar een stoplicht, dus een rood of groen licht, gaat hij vertellen of het rood of groen is. In onze podcast van 30 november, de dag van de lancering ook, vertellen zij uiteindelijk meer over hoe dit allemaal in zijn werk gaat en hoe ze erop gekomen zijn en hoe dat werkt. Maar ik heb ze nu al een paar maanden mogen testen en ben er zelf zeer tevreden van. Dus we gaan ze eerst natuurlijk installeren en dat doen we bij App Store. In de App Store gaan we bij zoeken, gaan we in het veldje Ace OCO intypen. Dat is A-Y-E-S spatie O-K-O. A A Epsilon Epsilon E E S S Spaas I O O K K O O. En dan gaan we naar de suggesties kijken. Ace OCO knop. Voilà, daar staat ze al. Ace O A Epsilon E S OCO mobiele ratelticker in je hand. 5 sterren. Illustratie A Epsilon E scherm afbeeld scherm scherm. Air. Download OCO en krijg gratis toegang tot juli 2022. Ace OCO is de meest betrouwbare app om je te helpen bij uw dagelijkse wandelingen. OCO kan de onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden vergroten door hen te helpen met mobiliteit. OCO gebruikt artificiële intelligentie om het voetgangerslicht te herkennen. We brengen die informatie terug naar de gebruiker via audio- en trailsignalen, vergelijkbaar met een fysiek ratelticker. OCO is nauw ontwikkeld in samenwerking met blinden en slechtziende gebruikers. Wat onze blinde en slechtziende gebruikers zeggen over OCO, het is gewoon een super app en ik voel me veel veiliger bij het oversteken van een voetgangerslicht. Melly uit België, dankzij de app is het mogelijk om op elk kruispunt over te steken. Ik hoef mijn routes niet meer aan te passen naar fysieke rateltikkers. Brit uit België, ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over een app. Helga uit Nederland, ik heb een fysieke ratelticker aangevraagd voor een kruispunt waar ik 2 keer per week moet oversteken. Ik zie de noodzaak niet meer om een fysieke ratelticker te installeren. We gaan natuurlijk er wel van uitgaan dat de mensen blijven investeren in fysieke rateltikkers voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met een smartphone, zodat die natuurlijk ook kunnen blijven oversteken. Maar zoals gezegd heb ik ze zelf ook al 3 maanden mogen testen en ben er zelf heel tevreden van. Het geeft mij inderdaad ook wel een stuk extra veiligheid om te weten wanneer ik over kan, zodat ik niet altijd op mensen hoef te vertrouwen of puur alleen op mijn gehoor. Ik moet er wel bij zeggen natuurlijk, kleine disclaimer. Je moet natuurlijk wel nog altijd goed blijven opletten in het verkeer. Dus we gaan ze installeren. Zoek de illustratie AS mobiele raad, download opnieuw. Ik ga ze natuurlijk laden. Opnieuw downloaden, want ik heb ze al gedownload. Zoek ja. Terugknop. Als we dan de app gaan opendoen, je kan ze trouwens downloaden via de beschrijving. OCO, aandacht. Hier krijgen we dus ook dadelijk al het aandachtpuntje wat ik net ook al gezegd heb. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid. Er is geen garantie of aansprakelijkheid in deze app. Er is geen garantie, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van de verkoopbaarheid, van de nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid of volledigheid van informatie die door deze app wordt verstrekt. We aanvaarden ook geen garantie of aansprakelijkheid voor de snelheid, gegevensverlies of de nauwkeurigheid van de informatie die door deze app wordt verstrekt. We bieden gebruiksvoorwaarden. Ik begrijp en ga akkoord met de vorige afwijzing van garantie, beperking van aansprakelijkheid aan. Doorgaan, knop. Ja, dus je moet, dat is een aankruisvakje, je moet de voorwaarden natuurlijk wel aanvaarden. Hoe werkt OCO? Dus. Hoe werkt OCO? Hoe werkt OCO? Nu krijgen we een kleine tutorial hoe het precies in zijn werk gaat. Ze maken gebruik van de camera van de smartphone. Dus je richt die ter hoogte van je borst, richt je ze naar het stoplicht in horizontale of verticale positie. Ga naar het volgende instructiescherm. Knop groen licht. Als de camera een groen voetgangerslicht ziet, zal je via audio- en trailsignalen geïnformeerd worden. Duw op de knop hieronder om deze te horen. Voilà. Dus als het licht groen is,
gaat hij, zoals bij een normale ratelticker, snel een signaal afgeven. Hij gaat dat ook kunnen door trilling. En het beeld gaat ook groen worden of een groene waas erover leggen. Als je dan wilt horen hoe het gaat klinken, duw je op... Speel audio en trilsignaal voor groene lichten af. Knop. Speel dat af. Voilà. Dus dat is het signaal. Klinkt luid en duidelijk. Je kan ze trouwens ook gebruiken met een oortje in, mocht je dat graag hebben. Ga naar het volgende instructiescherm. Knop. Rood licht. Als de camera een rood voetgangerslicht ziet, zal je via audio en trilsignaal geïnformeerd worden. Duw op de knop hieronder om deze te horen. Voilà, dus juist hetzelfde. Alleen dat hij nu in plaats van snel gaat een signaal afgeven, gaat hij dat traag doen. Speel audio en trilsignaal. Voilà. Ga naar het volgende instructie. Wat als je niets hoort? Ook al is stil als de camera geen voetgangerslicht ziet, bijvoorbeeld een vinger op de lens of een object dat het voetgangerslicht belemmert. Lijkt mij redelijk duidelijk. Bijvoorbeeld als het rood is en er passeert een vrachtwagen, ja, dan ga je eventjes niks horen omdat hij de camera gaat blokkeren, die vrachtwagen, en de camera dus ook het licht niet kan zien. Mochten er problemen zijn met uw camera of op de een of andere manier bedekt zijn door bijvoorbeeld uw vinger, gaat hij natuurlijk ook geen signaal geven. Hij moet contact houden met het licht. We hebben ook gemerkt, eens de camera het licht niet meer in zijn vizier heeft, dus als je bijna overgestoken bent, dan gaat hij het signaal ook kwijtraken natuurlijk. Ga naar het volgende instructiescherm. Ook al is een hulp tijdens je wandeling, vergeet niet al je zintuigen te gebruiken voordat je de straat oversteekt. Heb ik ook al vermeld natuurlijk. Je bent er helemaal klaar voor, geniet van de app. Knop. Je bent er attentie. Ook al wil toegang tot de camera. Dan moeten we natuurlijk ook eerst toegang geven tot onze camera. AYES gebruikt de camera enkel lokaal. De camera is nodig om het voetgangerslicht te kunnen detecteren. Weiger. Knop. Oko. Live. Knop. En nu krijgen we een beeld. De camera staat open en onderaan hebben we nog twee knopjes. Daar hebben we... Live. Het knopje live, daar staan we nu in. Dus dan gaat hij op zoek naar het licht. Als je dan voor het licht staat, gaat hij dat detecteren. We hebben nog een tweede menu, tabblaadje knop. En dat is menu. Gaan we daar eventjes menu. Inkijken. Als we dan linksboven... Profiel, koptekst. Hebben we profiel. Profiel details, knop. En kunnen we op profiel details... E-mail, kenny.omilrapestaartje.icloud.com. Aangezien ik al geregistreerd ben, sta ik hier natuurlijk ook automatisch in. In principe, voordat je naar het scherm gaat van live, gaat hij vragen om te registreren. Tegenwoordig is dat natuurlijk meestal zo bij apps. En zo krijg je ook regelmatig wel een keer feedback. Dus daar kan je je profiel gaan aanpassen en eventueel gaan uitloggen. Menu, terugknop. Menu, ja, terugknop. Live, terug. Knop, menu, knop, profiel details, knop, hulp, koptekst. Dan hebben we een tabbladje, een tapje hulp. Instructies, knop. Daar hebben we de instructies die we daarnet ook al gekregen hebben voor als we de app opstarten. Dus hoe je de telefoon moet houden, horizontaal of verticaal, wat lek geluid hij afspeelt bij groen en rood licht. Geef ons feedback via e-mail, knop. Daar kan je beschikbaar. Op tikken voor hun mailtje te sturen als je vragen of opmerkingen hebt. Ze zijn bezig, dit is natuurlijk al een heel iets, het rode en het groene licht, maar de app gaat stelselmatig meer en meer uitgebreid worden, ook naar andere zaken toe. Dus mocht je ook ideeën hebben, kan je die daar achterlaten. Instellingen, koptekst. Dan gaan we bij de instellingen. Audiofeedback. Krijg audiofeedback als een voetgangerslicht gedetecteerd is. Schakelknop. Aan. Dus dat is, daar kan je de audio gaan aan of uitzetten. Mocht je alleen voldoende hebben aan het scherm dat rood of groen wordt, kan je dus de audio daar gaan uitzetten. Haptic feedback. Krijg haptic feedback als een voetgangerslicht gedetecteerd is. Schakelknop. Aan. Juist hetzelfde met de trilling. Heb je geen behoefte aan er nog een trilling bij te krijgen. Dus als het groen is, gaat hij snel trillen. Als het rood is, gaat hij traag trillen. Dan kan je dat ook daar gaan uitzetten.
Vertel het verder. Koptekst. Dan heb je natuurlijk vertel het verder. Deel met vrienden. Knop. Daar kan je de app gaan Handelingen delen. Beschikbaar. Dan moet je niet per se terug naar de App Store om daar de link te gaan ophalen om de app te gaan delen. Dat kan je hier, als je daarop gaat klikken, dan krijg je het normale... Sluitmelding. E-mail. Knop. Daar krijg je het normale veld van wat je in de meeste apps krijgt om een app of iets dergelijks te gaan delen. Haptic feedback. Vertel het verder. Deel. Schrijf een review in de app. Laak streepje store. En daar kan je een review gaan schrijven in de App Store of een aantal sterren gaan geven als je tevreden bent. Natuurlijk, de mensen hebben daar heel veel tijd in gestoken. Dus als je tevreden bent, laat het de mensen dan ook weten. Dat doet altijd deugd. En zo krijgen ze natuurlijk ook meer feedback van de App Store. En worden ze natuurlijk iets bekender. Ze willen het ook uitbreiden. Momenteel is ze enkel voor de Benelux bedoeld. Maar ze zijn ook bezig om deze naar wereldwijd te krijgen. Over ijs. Knop. Daar heb je dan een knopje over ijs. Dus over de ontwikkelaar. Als je daarop gaat klikken, dan kom je... Bezoek onze website. Knop. Kan je daar de website gaan bezoeken. Gebruiksvoorwaarden. Knop. En de gebruiksvoorwaarden. Privacybeleid. En het privacybeleid. Op hun website trouwens kan je je gaan registreren als je nog tester wilt worden van het verdere verloop van de app. Mocht je daar interesse voor hebben. Er is ook een app die noemt Oko Campaign. Die kan je op de smartphone of op de Apple iPhone downloaden. Helpt hen om beelden te verzamelen om hun computers te trainen en de artificiële intelligentie slimmer te maken. Daar kan je dus als je beelden maakt, video's maakt van een stoplicht, terwijl dat je overgaat. Misschien iets interessanter voor familie en vrienden die wel kunnen zien en die de rateltikker ondertussen niet gebruiken. Dan kunnen zij die opladen via de Oko Campaign app en zo krijgen de mensen ze toe. Die beelden worden enkel gebruikt om de computer slimmer te maken, wordt er voor de rest niks mee gedaan. En zo kunnen we het enkel proberen van de app nog beter te maken. Menu, terugknop. Menu. Ja, linksboven staat dan het knopje terug. Schrijf een review over ice. Over ice. Knop. En over ice was dus het laatste knopje. En dan hebben we terug links onderaan het knopje live en daarnaast het knopje menu. Dat is de app in het kort. Ik zou zeggen, download ze zeker. Maak er gebruik van, want het is echt de moeite. Geeft me toch wel een heel zelfzeker gevoel aan lichten nu. Het is een hele grote hulp. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons gerust weten. Je kan natuurlijk een comment nalaten. Vond je dit een interessante video? Geef dan ook zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben natuurlijk. Ik zou zeggen voor de rest graag tot de volgende keer. Bye bye.